de aandacht krijgt die het verdient. Woord is nu aan mevrouw Marijnissen van de SP. Dank, voorzitter. Jij was als zo'n tv-programma. Na de reclame kwam er dan terug zo van wakker worden. Dus ik hoop dat dat gaat lukken met mijn bijdrage. Ja, Barend van Dorp, geloof ik, was dat, toch? Ja. Barend van Dorp, ja. Dat is een tijdje geleden, inderdaad. Voorzitter, ik doe dit werk met mijn hart en ik doe het met heel veel liefde. Maar het doet me ook verdriet. Het doet me verdriet omdat het soms hopeloos voelt. Hopeloos omdat ik doe wat ik kan. Maar op het moment dat patiënten bij mij het ziekenhuis verlaten, weet ik heel vaak al dat ik dezelfde patiënten niet al te lang daarna weer terug ga zien. We hebben er zelfs een beetje een oneerbiedige naam voor, namelijk draaideurpatiënten. En dat doet me heel veel pijn, want ik zit in de zorg omdat ik mensen beter wil maken, omdat ik mensen vooruit wil helpen. Maar hierdoor twijfel ik of ik nog wel in de zorg wil en kan blijven werken. Dit is het verhaal, voorzitter, van Gladys. Gladys is 42 jaar, werkt in een ziekenhuis in Beverwijk. En Gladys was met ons mee gisteren naar de troonrede. Kamerleden van de SP hadden allemaal iemand uit de zorg meegenomen naar de troonrede, om op die manier ook aandacht te vragen voor de zorg. Maar Gladys vertelde mij dat er jaren geleden hier in de politiek was besloten dat er bezuinigd zou moeten worden, wederom een keer de zorg, maar in dit geval op de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg, want die kosten zouden te hoog zijn. En zij vertelde dat het gevolg daarvan zij nu elke dag in het ziekenhuis ziet. Namelijk dat die bezuiniging uiteindelijk helemaal geen besparing is gebleken. Omdat de zorg zich verplaatst. Omdat mensen op het moment dat ze uit het ziekenhuis worden ontslagen, ze zijn daar bijvoorbeeld omdat ze psychische problemen hebben en lichamelijk grote verwondingen, omdat ze misschien een zelfmoordpoging hebben gedaan. Maar zij ziet dezelfde patiënten gewoon weer terug. En daardoor is het uiteindelijk helemaal geen besparing gebleken. En ook voor de samenleving wordt het daardoor niet goedkoper, maar wordt het daardoor duurder. En het allerergste misschien nog wel, voorzitter, is dat we op deze manier mensen de zorg uitjagen. Mensen zoals Gladys, mensen die dat werk doen met hun hart, vol overtuiging, met veel liefde in de zorg werken. Zij twijfelen nu of ze dit werk nog wel op deze manier vol kunnen houden. En afgelopen zondag waren wij hier in Den Haag bij elkaar voor ons Prinsjesdagprotest. En een van de voornaamste inzetten, eisen van dat protest was dat de bezuinigingen op de ouderenzorg die gepland stonden voor komend jaar op de verpleeghuizen, dat die van de baan zouden gaan. En het goede nieuws is dat die bezuinigingen inderdaad voor een deel van de baan zijn. En dat is belangrijk, want wat verloren dreigde te gaan was de personele bezettingsnorm. Wat betekent dat er in principe voldoende collega's in het verpleeghuis zouden moeten zijn om zorg te verlenen. Maar helaas is het zo, ik zei het al, dat maar een deel van deze bezuinigingen van tafel is. En dat betekent dus dat nog steeds het andere deel wel staat. En voorzitter, dat kan niet. Ik wil een compliment geven aan al die zorgverleners en ook zorgorganisaties die ook hier zijn geweest, die actie hebben gevoerd samen met ons om die bezuinigingen van tafel te krijgen. Maar ik wil echt een oproep doen vandaag aan deze Tweede Kamer. Laten we ervoor zorgen dat het andere deel, dat dat ook van tafel gaat. Want het is echt tijd om onze zorg weer op te bouwen. En daar passen geen bezuinigingen bij, daar passen investeringen bij. Laten we ook, voorzitter, de zeggenschap terugpakken over onze zorg. Op, zou ik willen zeggen, naar een nationaal zorgfonds zonder zorgverzekeraars en zonder eigen risico. Geef de mensen die het werk doen de zeggenschap over de zorg, want zij weten wat er nodig is. Het scheelt ook veel bureaucratie, veel tijd en daarmee geld en het maakt het werken in de zorg gewoon leuker. En al die bangmakerij, die ik ook vandaag weer heb gehoord van de liberalen en hun lakeien, dat de zorgkosten dusdanig zouden stijgen, dat er wel dit soort van bezuinigingen nodig zouden zijn. Mensen trapt er niet in. Er valt heel veel te besparen in de zorg, absoluut. Door te kappen met de onnodige bureaucratie, door te kappen met de zorgverzekeraars, de aanbestedingen en al hun inkopers en juristen, door te kappen met de grote hoeveelheid managers, met reclames, door te kappen met de winstuitkering in de zorg. Private equity, echt, wie bedenkt zo'n term en wie bedenkt dat dat moet kunnen in onze zorg? Wij willen er vanaf en we zullen ook morgen met een voorstel samen met de ChristenUnie komen om dit te regelen. Het is namelijk allemaal geld voor zorg dat niet naar de zorg gaat. Laten we daarmee stoppen. Voorzitter, laten we medisch specialisten in loondienst nemen. Laten we stoppen met het sluiten van ziekenhuizen. Laten we een nationaal geneesmiddelenfonds opzetten, zodat we af kunnen van de belachelijke situatie dat medicijnen nu vaak met publiek geld worden ontwikkeld, maar op het moment dat ze op de markt komen, het de farmaceutische industrie is die daarop gaat cashen en flink geld gaat verdienen. Laten we ervoor zorgen dat geld voor zorg naar de zorg gaat. Voorzitter,
Steeds minder mensen hebben vertrouwen in de overheid en helaas ook in dit parlement. Maar ik vind dat niet gek. Er wordt nauwelijks een probleem echt opgelost. Er komen alleen maar problemen bij. Ondanks miljarden in een stikstoffonds weten boeren die door neoliberaal beleid jarenlang gedwongen zijn om de schaal te vergroten, nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Steeds meer mensen kunnen de boodschappen niet betalen, terwijl er woekerwinsten door bedrijven worden gemaakt. Vorig jaar 327 miljard euro. En tegelijkertijd stelt het Rode Kruis dat er voor 400.000 mensen in Nederland voedselhulp nodig is. Ik herhaal het nog maar een keer, voedselhulp nodig in Nederland. Dan, voorzitter, maak je bewust de verkeerde keuzes. En we gaan hierdoor steeds meer toe naar wat ooit in het verleden Amerikaanse toestanden werden genoemd. Mensen die op straat slapen en waar gewoon iedereen aan voorbij loopt, iedereen die hier naar binnen loopt, die weet precies, denk ik, waar ik het over heb. Particuliere scholen voor de happy few, commerciële huisartsen die onbereikbaar zijn, mensen met een baan en een inkomen, maar die daar niet van rond kunnen komen, en een overheid die vijandig is tegen de eigen mensen. Het is allemaal normaal geworden. Onder leiding van 13 jaar VVD zijn die ooit Amerikaanse toestanden gewoon Nederlandse toestanden geworden. Maar dit is natuurlijk niet normaal, voorzitter. En dat is gelukkig ook goed nieuws. Want nu er hier schoon schip wordt gemaakt, kunnen we ons land weer opbouwen. Samen kunnen we bouwen aan een beter Nederland. Een Nederland met gewoon voor iedereen goede zorg. En dat kan als we de marktwerking uit de zorg slopen en als we onze zorgverleners fatsoenlijk waarderen. Een Nederland met gewoon voor iedereen een betaalbaar huis. En dat kan als we onze volkshuisvesting niet meer als een markt zien waar dan de zogenaamde beleggers de baas moeten zijn. En een Nederland, voorzitter, met gewoon voor iedereen een fatsoenlijk inkomen. En ook dat kan als we de lonen verhogen en zorgen dat lage en middeninkomens minder belasting betalen en hoge inkomens meer. Interruptie van de heer Paternotte, D66. Voorzitter, mevrouw Marijnissen begint haar betoog met mensen die hard werken in de zorg, veel mensen die in armoede leven. En terecht. Nu zag ik gisteren het bericht dat de SP mee wilde doen, ik weet niet of het klopt, maar dat de SP mee wilde doen aan het voorstel van de VVD om 1,2 miljard euro te steken in het verlagen van de benzineaccijns. En gisteren reageerden ook veel deskundigen van ja, dat is iets wat natuurlijk helemaal niet terechtkomt bij die mensen aan de onderkant. Die hebben vaak geen auto. Ontzegd zijn het ook zelfs de lage middeninkomens. Zullen daar nauwelijks van profiteren. Dat is een bedrag wat dan voor het grootste deel terechtkomt bij mensen die het op zich niet het hardste nodig hebben. Dus mijn vraag is, is de SP nou inderdaad eens met het voorstel van de VVD om er 1,2 miljard voor uit te trekken? Of staat zij ervoor open om met ons te kijken of we dat niet op een betere manier kunnen inzetten, waardoor het terechtkomt bij de mensen die dat harder nodig hebben? Gaat u gang. Nou, we hebben uitgebreid naar de VVD en mevrouw Hermans geluisterd vanochtend natuurlijk. Ik heb dat concrete voorstel nog niet gehoord, niet gezien. Ik heb wel gehoord in de media dat er is gezegd dat er wat gedaan moet worden aan het opnieuw verder verhogen van de accijnzen per 1 januari. En dat steunt de SP van harte. Om de simpele reden dat autorijden nu voor heel veel mensen al niet meer te betalen is. En als je straks, wat is het, bijna 2,50 of zo aan de pomp moet gaan aftikken voor een liter brandstof. Dan kan je bedenken dat dat voor veel mensen een gigantisch probleem is. Mensen die gewoon naar het werk moeten. Mensen die moeten mantelzorgen voor hun moeder of op een andere manier afhankelijk zijn van die auto. Dus ja, zeker. De SP wil absoluut dat die kosten voor brandstof niet nog verder stijgen. Maar wat we ook willen, en daar zou ik u dan graag voor willen uitnodigen, want ik zag dat u daar ook een mooi voorstel volgens mij voor had, is ook de kosten in het openbaar vervoer verlagen. Want niet alleen die brandstof gaat omhoog, ook die kaartjes voor het openbaar vervoer. Afgelopen 2 jaar bijna 20%. Er zijn heel veel mensen die natuurlijk geen eens een auto kunnen betalen, die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Dus wij willen heel graag dat daar ook wat aan gebeurt. En dat zou kunnen bijvoorbeeld door, wat ik net al noemde, die winstbelasting voor grote bedrijven te verhogen. Waar nu heel veel winst wordt gemaakt, zodat we dat geld in kunnen zetten. Zodat autorijden gewoon betaalbaar blijft voor mensen die een auto nodig hebben. En het OV niet nog verder explodeert, zoals nu het geval is. Heer Paternotte. Ja, voorzitter, mevrouw Meijlens begint over een ander voorstel en daar wil ik heel graag inderdaad over in gesprek. Ik volg natuurlijk naar die benzineaccijns en dat is me niet helemaal duidelijk of dit nu betekent dat de SP mee wil gaan met de VVD om die accijns te verlagen volgend jaar. Alleen ja, je kan de accijns natuurlijk ook naar nul zetten. Nou, dan betekent het inderdaad dat het tanken veel goedkoper wordt voor mensen. De vraag is alleen, is dit nou de beste manier om mensen die inderdaad wel meer koopkracht kunnen gebruiken, om die te helpen? En dan liet ING gisteren doorrekenen dat gemiddelde automobilist tankt 1000 liter per jaar. Dus dan levert het gemiddelde automobilist zo'n 16 euro per maand op.
Maar mensen die in de lagere middenklasse of de onderkant zitten, die hebben daar veel minder of helemaal niks aan. Dus kan je daar niet beter met dat bedrag iets doen, waardoor je ook mensen die vooral met het OV reizen of die een fiets hebben, dat je die ook helpt en op die manier veel gerichter ervoor zorgt dat je mensen tegemoet komt. Want ja, dit bedrag, en ik zeg het met pijn in het hart, maar dat zal natuurlijk ook voor een deel terechtkomen bij oliebedrijven die een stukje kunnen afromen daarvan. Ja, en de SP die oliebedrijven helpt, dat kan toch niet waar zijn? Dus wilt u met mij kijken naar een alternatief voorstel? Ik wil zeker met u kijken naar alle voorstellen die de kosten voor mensen omlaag brengen. Maar ik vind ook dat die kosten voor brandstof ook omlaag moeten. Want ik vind het ook wereldvreemd om te denken dat iedereen maar een elektrische auto kan aanschaffen. Want voor heel veel mensen zit dat er niet in. En ik vind het ook wereldvreemd om te denken dat voor iedereen het openbaar vervoer een alternatief is. Want meneer Paternotte, dat is veelal buiten de steden voor veel mensen ook geen alternatief. En voor mensen die voor hun werk of andere reden afhankelijk zijn van de auto ook niet. Dus dat is een acuut probleem en ik vind dat we daarop moeten ingrijpen. Maar ik ben het ook met u eens dat die kosten voor het openbaar vervoer natuurlijk ook door het dak gaan. Dus ik ben van harte bereid om met u te kijken wat we daaraan kunnen doen. Tot slot. Ja, dat laatste is mooi, maar het is natuurlijk ook keuzes maken. Hè? Ik bedoel, je kunt 1,2 miljard, je kan het niet twee keer uitgeven. Je kan het maar één keer uitgeven. En ja. Mevrouw Marijnissen stond laatst bij Extinction Rebellion om te zeggen, fossiele subsidies moeten we afschaffen, moet niet naar het grote kapitaal. Dus ja, dan zou ik zeggen, geef dan ook niet die 1,2 miljard voor een deel aan grote oliebedrijven. Maar laten we nou kijken hoe we dat zo effectief mogelijk kunnen inzetten. Ook om mensen te helpen die inderdaad de auto nodig hebben. Maar niet alleen mensen die de auto nodig hebben, maar ook mensen die bijvoorbeeld met het OV reizen of met de fiets of inderdaad een elektrische auto hebben. Dat je iedereen helpt. Ja, voorzitter, ik vind dit wel wat wereldvreemd. Volgens mij is het D66 die in dit kabinet de minister van Klimaat levert. Dus om mij nu de maat te nemen op die fossiele subsidies. De SP pleit er al heel lang voor dat we daar mee stoppen. Nou, dat zal waarschijnlijk in delen moeten. Laten we dat doen. Volgens mij kunnen we daar heel veel goede klimaatmaatregelen van betalen. In ons verkiezingsprogramma staat dat we het openbaar vervoer gratis moeten maken. Dat is wat mij betreft de beste klimaatmaatregel denkbaar. Dus zeker wil ik daar met u over praten. Zeker hebben wij voorstellen om de kosten in het OV nu te verlagen. Wij zouden ook denken bijvoorbeeld aan schrap de BTW op openbaar vervoer. Maar we staan ook open natuurlijk voor andere voorstellen om te kijken dat mensen ook gewoon met dat OV kunnen. Maar het is echt ook wereldvreemd om nu in deze tijd, waarin alles duurder wordt voor mensen, meneer Paternotte, de boodschappen, de energierekening, want u kapt met het energieplafond, u kapt met de energietoeslag, het wordt weer winter. Al die prijzen gaan door het dak om dan te verwachten dat mensen 2,50 per liter brandstof aan de pomp kunnen afrekenen. Dat is gewoon wereldvreemd. Ja, u vervolgt weer uw betoog. Dank. Voorzitter, ik wilde naar de zeggenschap, want we moeten wat mij betreft de zeggenschap terug gaan pakken. Er gaat iets fundamenteel mis als grote bedrijven woekerwinsten maken, maar tegelijkertijd in Nederland zoveel mensen in armoede leven. En natuurlijk moet het minimumloon omhoog en moeten grote bedrijven een hogere winstbelasting gaan betalen. Maar, nog veel belangrijker wat ons betreft, we moeten verregaande stappen zetten om ervoor te zorgen dat die winsten ook terechtkomen bij de mensen die ervoor hebben gewerkt, in plaats van wat nu het geval is, dat die winsten verdeeld worden onder de aandeelhouders. En daarom zal de SP morgen samen met het CDA ook met een voorstel voor echte winstdeling komen. We moeten werknemers zeggenschap geven door de plekken op te eisen in de bestuurskamer, door de macht van de aandeelhouders in te perken en de macht van de werknemers te vergroten. En ja, mocht iemand daar nog niet helemaal van overtuigd zijn, dan zou ik vooral willen aanraden, kijk het bezoekje terug van de grote werkgevers laatst hier aan de Tweede Kamer. De man van Ahold was hier op bezoek. Ze durfden geloof ik niet helemaal hun grootste baas te sturen, maar iemand anders van het bedrijf. En ik vroeg hem van, vindt u het nou eigenlijk zelf normaal dat uw baas 128 keer meer verdient dan de gemiddelde werknemer van dat bedrijf? En hij zei, nou, ik hoefde me geen zorgen te maken, want de situatie was juist verbeterd, want het jaar daarvoor was het nog 132 keer meer wat hij verdiende. Voorzitter, het kapitalisme kent geen moraal, dus we moeten deze grote graaiers aanpakken en ons deel opeisen. Maar dan richt ik mij ook tot iedereen hier in deze Tweede Kamer. Ik vind dat we ook naar onszelf moeten kijken. Wij spreken en vooral stemmen hier zo'n beetje elke dag, elke week over de kosten voor mensen, over de hoogte van de huren, over het wel of niet afschaffen van het eigen risico. Maar wat merken we er eigenlijk zelf van? Wat merken jullie ervan? Is er hier iemand die wakker ligt van die hoge rekeningen? Ik vermoed het niet. En dat is ook niet gek als je weet dat wij, dat Kamerleden, ruim 120.000 euro per jaar verdienen. Voorzitter, een gigantisch bedrag.
Zoals bekend levert de SP-fractie een deel van dat grote salaris in, maar vandaag stellen wij voor om dat collectief te doen. Laten we als Tweede Kamerleden allemaal 30% van ons salaris, 120.000 euro per jaar, inleveren. Los je daarmee dan alle problemen in het land op? Nee, voorzitter, natuurlijk niet. Dat begrijp ik ook wel. Maar is het dan puur symbolisch? Ik hoor wat geroezemoes, dus misschien dat sommigen het een minder goed idee vinden. Maar is het dan puur symbolisch? Nee, voorzitter, dat is het ook niet. Want het is belangrijk dat je voeling houdt met de samenleving. En het is gewoon anders als je zo'n groot salaris hebt, ruim 120.000 euro per jaar, dan is het gewoon anders dan dat je 's nachts wakker ligt over de zorgen over de stijgende energierekening. En voorzitter, extra mooi, van het geld wat dat zou opleveren, zouden we ervoor kunnen zorgen dat de 200.000 kinderen die helaas nog onder het beleid van dit demissionaire kabinet dit jaar in armoede leven, dat die een mooi cadeau kunnen krijgen voor de feestdagen. Voorzitter. Laten we van bestaanszekerheid niet dezelfde holle term maken als bestuurscultuur. Uiteindelijk sprak echt iedereen erover, maar ja, wat is er nou precies veranderd? Niet veel. En laten we ook niet doen alsof het een natuurverschijnsel is. Bestaansonzekerheid voor mensen is hier gecreëerd. Hier, door foute politieke keuzes. En dat is dus niet de dynamiek van de economie. Zoals ik Mark Rutte laatst op tv hoorde benoemen. Nee, als zoveel werkende mensen in je land toeslagen nodig hebben om rond te komen, terwijl er 317.000 miljonairs zijn, dan zit er iets fundamenteel fout. En als de koopkracht van mensen er in 40 jaar niet zo beroerd voor heeft gestaan, maar grote bedrijven sinds het registreren daarvan de hoogste winsten ooit maken, dan werkt je economische systeem alleen voor die enkeling die het toch al goed heeft. Wat lost die problemen wel op, voorzitter? Fundamenteel andere keuzes maken. Korte termijn, minimumloon verhogen en de kosten voor het dagelijks leven verlagen. Bijvoorbeeld, we hadden het net al even met meneer Paternotte over, de kosten voor het OV. We zouden het BTW kunnen schrappen. Eigen risico afschaffen, de prijzen van de energie maximeren. En voorzitter, na de verkiezingen zullen we moeten gaan bouwen aan een economie waarin de werkende klasse en waarin gepensioneerden hun eerlijke deel krijgen. In plaats van de aandeelhouders, miljonairs en grote bedrijven. Mevrouw Bikker, ChristenUnie. Ja, voorzitter, dank u wel, zeg ik tegen mevrouw Marijnissen, voor uw bijdrage. Zoals u kent, gepassioneerd over de zorg, gepassioneerd over mensen met een kleine beurs. En ik hoor mevrouw Marijnissen een aantal keer zeggen, we moeten ook werk maken van dat OV. Ja. Dat het betaalbaar en bereikbaar is. Nu heb ik op één van die dingen een amendement liggen, samen met meneer Klaver, om de prijsstijging bij NS, om die ongedaan te maken. En dat doen we door het verhogen van de vliegtax. Kijk, daar is meteen enthousiasme bij het kabinet voor. Nou. Hoe waardeert mevrouw Marijnissen dat? Mevrouw Marijnissen. En iedereen kijkt heel onschuldig in vakkamer. Het komt nou, toch echt volgens mij was daar ergens vandaan. Ja. Ja. Dan is dat maar duidelijk. Zo iemand heb je altijd bij in de klas, hè? Die dan, het was die. Ja. Ons thuis krijgt die dan meer straf, maar dat is weer iets anders. Dank mevrouw Bikker voor de vraag. En het zeer terechte punt. Ik zei dat net al tegen meneer Paternotte. Bijna 20% stijging van de kosten in het openbaar vervoer. En dan heb ik het nog niet eens over. U benoemde dat terecht. Buiten de steden, al die buslijnen die verdwijnen. Er zijn veel SP-afdelingen op dit moment in actie tegen het verdwijnen van die buslijnen. Ik kom daar zo nog even op. Want ik vind ook dat we de zeggenschap daarover terug moeten pakken. Zodat we daar ook echt iets over te zeggen hebben en dat kunnen tegenhouden. Maar u zegt, ja, ik wil dat betalen uit de vliegbelasting. Ik zou daar graag meer details van zien. Want de SP pleit voor een veelvliegersbelasting. Dus niet zozeer een belasting voor mensen die hard moeten werken en bikkelen om één keer per jaar naar, ik noem Creta of Mallorca, op vakantie te kunnen, waar je niet zo makkelijk met de trein naartoe gaat. Maar wel een veelvliegersbelasting voor al die zakelijke businessvliegers. Het is 8% geloof ik wat 40% van de vluchten doet. Om die flink te belasten, dat vinden wij prima. En dat is ook veel effectiever voor het klimaat dan zo'n enkele vliegbelasting. Mevrouw Bikker. Nou, voorzitter, het voorstel is heel simpel. Het is een verhoging van de vliegbelasting met 5 euro. En degene die dus één keer naar Creta gaat, betaalt 5 euro. En degene die 1000 keer vliegt, betaalt 5000 euro. Dus in die zin is de veelvlieger betaalt ook dat hele jaar door veel meer mee. Ik vind het prima om mensen die bijvoorbeeld privéjets vliegen, om die ook aan te pakken. Volgens mij heeft de heer Bontebal heel terecht, vind ik, die dekking ook genoemd als optie, ook voor de energiebelasting. Nou, zo kunnen we ook met elkaar kijken voor een pakket. Maar dit is een hele concrete maatregel en ik denk dan, als wij met elkaar het OV overeind willen houden, dan kies ik ook voor het OV in plaats van vliegen. En ik denk dat heel veel mensen in Nederland dat denken.
Eigenlijk, als je ook welke publieke opinie je daar ook over vraagt, mensen denken, zorg nou alsjeblieft dat de treinen in ons land goed rijden. En het is logisch dat we bij het vliegen een beetje meer betalen, want jongens, wat vervuilt die boel veel. Mevrouw Marijns. We zullen daar zeker naar kijken, maar ik vind het zelf wel een beetje een verkeerde tegenstelling. Omdat het is niet te halen, zowel het geld niet, als ook de effectieve klimaatwinst niet, bij diegene die één keer per jaar op vakantie gaat. Het is wel te halen, nou ja, we hadden net al even het woord fossiele subsidies viel. Nou, ik snap dat je daar niet in één keer misschien van af kunt, maar ik hoop zo snel mogelijk zoveel als mogelijk. Als dat wel zou kunnen, dan kun je daar geloof ik 10 keer ons hele openbaar vervoer gratis voor maken. Dus daar is volgens mij heel veel mogelijk en ook nog heel veel andere plekken ook geld te halen. Ik suggereerde net zelf al om bijvoorbeeld te kijken naar de gigantische winsten, hoogste ooit, die grote bedrijven op dit moment onder hun aandeelhouders verdelen. Maar ik zie met veel belangstelling natuurlijk uw voorstel tegemoet en het doel, namelijk de kosten voor OV omlaag, dat steunen wij volledig. Tot slot. Ja, voorzitter, ik ben in ieder geval blij met het stuk enthousiasme in het betoog van mevrouw Marijnsen, waarin ze zegt, nou, daar zie ik dan ook kansen. Tegelijkertijd, we hebben heel lang het vliegen onbelast gelaten. We hebben heel lang, eigenlijk heeft het vliegverkeer heel veel voordelen gehad. En ik vind, als we nou kijken naar de gevolgen voor de samenleving en tegelijk als we weten dat het OV zo onder spanning staat, en de partij van mevrouw Marijnsen kan dat als geen ander met acties onder de aandacht brengen, laten we dan ook maar zorgen voor een stukje nivellering van dit leed. En daar zou ik de SP graag op aanspreken. Gaat weer verder. Dank u wel, voorzitter. De bestaanszekerheid en de bestaansonzekerheid was ik erover. Dat ik het ook zo ongeloofwaardig vind dat de partij die zoveel bestaansonzekerheid heeft gecreëerd voor mensen, namelijk de VVD, nu opeens hierover te horen. Want zekerheid in bestaan betekent natuurlijk ook dat je een betaalbaar huis kunt vinden. Dat je voorzieningen in de buurt hebt. Dat je een overheid hebt waar je op kunt bouwen en op kunt vertrouwen. En laat dat nou precies hetgeen zijn wat 4 kabinetten onder leiding van de VVD gesloopt is met wisselende bondgenoten. Zeg ik er maar even bij. We moeten de zeggenschap terugpakken, voorzitter, over onze publieke sector. Stop de spreadsheet terreur en stop de babbelende managers. Geef ruimte aan de zorgverlener, de leraar en de kinderopvangmedewerker. Dat maakt het goedkoper, leuker en beter. Daar ben ik van overtuigd. We moeten ook de zeggenschap terugpakken over onze woningbouw. Versterk de rechten van huurders. Knip grote woningcorporaties met dure bazen op en maak er woningbouwverenigingen van. Een vereniging met leden die meepraten en meebeslissen over de keuzes waar er gebouwd en eventueel gesloopt wordt en voor wie, zodat er eindelijk ook betaalbaar gebouwd kan worden. Laten we onze energie democratiseren. We voeren als SP campagne voor het nationaliseren van onze energie. In Groningen, Drenthe en Utrecht heeft het al tot succes geleid en namen de provincies onze voorstellen over om te bekijken of de energie weer in provinciale handen kan komen. En in Limburg en Brabant, waar de SP in het provinciebestuur zit, gaan we hier concrete stappen toe zetten. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we massaal kunnen investeren in schone energie en dat we ervoor zorgen dat de winsten die daar nu gemaakt worden, dat die niet naar Zweedse of naar Japanse aandeelhouders gaan, zoals nu het geval is, maar dat we die in kunnen zetten om de energierekening te verlagen. Kies dus niet voor een miljardenprijsplafond voor commerciële energiebedrijven, maar nationaliseer onze energie. Laten we kiezen voor echte klimaatrechtvaardigheid. Mevrouw Bikker en ik hadden het net al even over de vliegbelasting. Maar wij zijn dus niet voor de zogenaamde pesttaxen die het individu, die mensen op extra kosten jagen. Terwijl je weet dat de rijkste 1% per persoon verantwoordelijk is voor 10 keer meer CO2-uitstoot dan de armste 50%. Laten we daar dus het geld ophalen en ook de klimaatwinst. Laten we geen subsidies geven aan mensen die zich een dure elektrische auto kunnen veroorloven. Maar laten we dat geld bijvoorbeeld inzetten om tochtige huizen te isoleren. En het openbaar vervoer hebben we het al over gehad, dus dat zal ik gezien de tijd overslaan. We moeten ook toe, voorzitter, naar een radicale democratisering van onze overheid en van onze politiek. Want mensen keren deze overheid de rug toe. En dat is volstrekt begrijpelijk, want deze overheid is er helaas vooral voor mensen die het toch al goed hebben, maar voor heel veel mensen is deze overheid er gewoon niet. Ook hier zal een democratisering nodig zijn, bijvoorbeeld door het invoeren van een bindend correctief referendum. Zodat mensen politici die foute besluiten nemen kunnen terugfluiten. Zodat foute wetten die hier aangenomen worden
teruggefloten kunnen worden door mensen. En over 2 weken verdedig ik in de Eerste Kamer onze wet voor een bindend correctief referendum. Een echte handrem in de handen voor mensen. En de aankomende verkiezingen voor deze nieuwe Tweede Kamer maken dan ook dat het referendum dichterbij is dan ooit. Want als die nieuwe Tweede Kamer een 2/3 meerderheid heeft, dan komt dat referendum er. De getroffen gezinnen in het toeslagenschandaal wachten nog steeds op gerechtigheid. Nou ja, dat ze hun eigen onterecht afgepakte geld terugkrijgen, want daar gaat het hier over. Groningers geldt hetzelfde voor. Intussen lopen bij zowel de afhandeling van dat toeslagenschandaal als de getroffen Groningers lopen de consultants binnen. Van elke euro die naar de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen gaat, gaat ruim 70% niet naar de getroffen Groningers. En nu gaan zelfs commerciële partijen de afhandeling van het toeslagenschandaal doen en gaat 30% van het geld daar naartoe. Het laat zien hoe stuk deze overheid is, voorzitter. En dat er een overheid is gecreëerd met een geïnstitutionaliseerd wantrouwen in mensen in plaats van met vertrouwen in mensen. En ik hoop dat we vandaag en morgen hier een eerste stap kunnen zetten naar fundamentele verandering om dat aan te pakken. En wij zullen zeker ook met een voorstel daarvoor komen. Voorzitter, arbeidsmigratie. Laten we dat nu eindelijk reguleren. Ik zie het in heel veel verkiezingsprogramma's nu eindelijk staan dat dat nodig is. De SP pleit voor een tijdelijke algehele stop op arbeidsmigratie. Want ik vind het toch wel ontzettend hypocriet om van verschillende partijen te horen dat de instroom, je hebt het over mensen, maar goed, dat de instroom omlaag moet, maar intussen ze niks aan arbeidsmigratie willen doen. En als het aan D66 gaat, heb ik begrepen dat we zelfs actief mensen hierheen gaan halen om hier te gaan werken. Ongereguleerde arbeidsmigratie, voorzitter, is een verdienmodel voor bedrijven. Het leidt tot uitbuiting van arbeidsmigranten en de lasten zijn voor de samenleving. Dus dit moet stoppen. Ja. De heer Dassen, wilt u nog even wachten? Of? Ja. Ja. Het zag eruit alsof u even wilde wachten. Is het goed als mevrouw Van der Plas dan eerder? Ja, mevrouw Van der Plas, BBB. Ja, dank u wel. Ik vind mevrouw Marijnis altijd inderdaad vol vuur en passie en echt opkomen voor mensen, dus complimenten daarvoor. Mm. Maar dat punt van, ja maar, nee, eigenlijk moet je niet maar zeggen, moet je punt achter zetten. En dan het volgende punt is, dat punt over arbeidsmigratie, daar heb ik wel moeite mee. Want het wordt echt gewoon keihard gezegd, we moeten daar gewoon nu mee stoppen. Terwijl heel veel bedrijven en heel veel mensen, ook uw achterban, mevrouw Marijnis, de voorzitter, pakketjes bezorgd krijgen, boodschappen bezorgd krijgen, hun posten bezorgd krijgen. Mensen die in distributiecentra staan te sorteren, om het voedsel naar de winkels te brengen. Hè, voor de mensen waar ook de SP voor opkomt. En dan vraag ik me af, ik hoor het altijd wel zeggen, maar hoe gaat mevrouw Marijnis dat dan oplossen? Dat die pakketjes, dat de post, dat de boodschappen gedaan kunnen worden, dat we geen lege schappen krijgen. Want hoewel het voedsel duur is, mensen moeten toch voedsel kopen. Hoe ziet mevrouw Marijnissen dit dan voor zich? Mevrouw Marijnissen. De arbeidsinspectie die zegt over de status nu van arbeidsmigratie dat de lusten voor de bedrijven zijn en de lasten voor de samenleving. En dat is waarom wij ook zeggen, je moet dat reguleren. Nu is er geen enkele vorm van regulering. Bedrijven kunnen ongebreideld iedereen hierheen halen binnen de Europese Unie, wie ze maar willen, om hier te werken. Maar ik vind, als we dan mensen hierheen halen om voor ons te werken, dan moeten ze een fatsoenlijk huis hebben, fatsoenlijke huisvesting. Nou, die is er op dit moment niet. Dan moeten we netjes met mensen omgaan. Dat gebeurt op grote schaal niet. We hebben de commissie Roemer, onze oud-SP-leider Emiel Roemer. Maar die uitkomsten daarvan die zijn nog steeds niet opgevolgd. Dus het leidt nog steeds tot grootschalige uitbuiting. En wij komen dus tot dit standpunt, omdat ook de arbeidsinspectie op dit moment zegt, wij kunnen dit gewoon niet meer handhaven. Zij zeggen letterlijk, het is dweilen met de kraan open. En dat maakt dat we zeggen, je moet daar nu tijdelijk een stop op zetten. Zorgen dat dat op orde komt. Dat we fatsoenlijk met die mensen omgaan. En dat we kijken hoe we daar wel grip op kunnen krijgen. En dan kunnen we zeggen, dan kunnen we met vergunningen gaan werken. Dat als je echt iemand uit het buitenland nodig hebt om hier te werken, en je kan ook aantonen dat je daar alles voor hebt gedaan, dat je de lonen hebt verhoogd, dat je echt hebt gezocht, nou, dan kan je misschien een vergunning krijgen om hier iemand te laten werken. Mevrouw Van der Plas. Ja, kijk, misstanden daar gelaten, die moeten natuurlijk worden gehandhaafd. En daar moet goed op gelet worden. En daar hebben we ook instanties voor die dat doen. Dus daar ben ik het met mevrouw Marijnissen over eens.
Waar ik wel een beetje moeite mee heb, is dat het wel altijd in de hoek wordt getrokken dat elke arbeidsmigrant een beetje wordt uitgebuit door hun werkgever. En dat is niet zo, want ik ken zelf ook een aantal mensen die uit het buitenland komen die werken, die gewoon hartstikke tevreden zijn. Die hebben een woonruimte op bijvoorbeeld het erf van een fruitteler waar goed voor gezorgd wordt. Maar het was geen antwoord op mijn vraag. Want mevrouw Marijnissen die geeft aan waarom ze er tegen is. Maar mijn vraag is van, hoe gaan we dat dan verkopen naar de burgers in Nederland die toch hun pakketje willen hebben en die toch hun boodschappen willen hebben, die hun post bezorgd willen hebben, die hun dakgoot schoongemaakt willen hebben, die hun zonnepanelen aangelegd willen hebben. Want in bijna de complete arbeidsmarkt zijn arbeidsmigranten aan het werk. En daar zoek ik een beetje naar. Je kan wel roepen van ja, ze moeten allemaal weg en ze mogen hier niet meer komen totdat de boel op orde is. Maar hoe houden we het land draaiende? Hoe gaan die MKB-ondernemers, waar u ook zo van houdt, zeker, de boel draaiende houden? Dat kan toch niet op die manier? Ik denk het wel. Ik was laatst in Horst, Limburg. En daar was de buurt in actie tegen de vestiging van een grootschalig nieuw distributiecentrum. En daar zou dan ook huisvesting naast komen, inderdaad op een soort van industrieterrein. Ik zou er zelf persoonlijk niet willen wonen, onder een stel grote windmolens, voor 700 arbeidsmigranten. En de mensen daar zeiden, ja, we hebben die behoefte helemaal niet aan dat distributiecentrum, want het is een soort logistiek ding. Wij hebben er hier in de regio en als land helemaal niks aan. We hebben de mensen ook helemaal niet om daar te gaan werken. Dus de werkgelegenheid wordt hierheen gehaald voor mensen die er niet zijn. En vervolgens worden de mensen ook hierheen gehaald. En wie wordt er beter van? Dat is dat grote bedrijf. En daarom zeggen wij, je zou er nu tijdelijk een stop op moeten zetten om dat op orde te krijgen. En daarna zou je inderdaad door middel van vergunningen kunnen kijken. Nou, als het in een sector bijvoorbeeld of bij een bepaalde werkgever op enig moment wel nodig is en die sector en die werkgever kan aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan, wat ik al zei, om de lonen te verhogen, om goed ook in Nederland te zoeken, als we de huisvesting op orde hebben, om maar eens wat te noemen, want het is nu totaal niet zo, ja, dan zou iemand wel een vergunning kunnen krijgen om een arbeidsmigrant hierheen te halen. Tot slot. Nou, ik probeer het nog een keer. Want het is geen antwoord op mijn vraag. Maar de vraag is, als we nu gaan doen wat mevrouw Marijnissen zegt, niemand meer hier aan het werk die arbeidsmigrant is, en dan heb ik het niet over dat nieuwe distributiecentrum, maar ik heb het over die boomgaard in de Betuwe, ja, waar de appels geplukt moeten worden. Ik heb het over het distributiecentrum van de Jumbo in Raalte, waar boodschappen gesorteerd moeten worden en naar de winkels moeten komen. Gewoon de arbeidsmigranten die nu hier aan het werk zijn, als we zeggen van ja, maar dat doen we niet meer, dat kan niet meer. Wat gaan we dan dat doen? Dat zeggen wij niet met mevrouw van der Plas. Nee, u zegt, deze, dan ben ik blij dat ik dat misschien mag ophelderen. Wij zeggen nu geen nieuwe mensen meer ongereguleerd hierheen halen. Dus de mensen die er zijn, die kunnen hier blijven. En wij vinden dat daar beter voor gezorgd moet worden. En het tweede is misschien ook een ander onderdeel van uw vraag. Dat wij wel vinden dat je kritisch zou kunnen kijken uiteindelijk van nou ja, welke werkgelegenheid wil je hier hebben? Wil je bijvoorbeeld hier, kijk, de tomaten zijn mij natuurlijk ontzettend lief. Dat zult u begrijpen als SP'er. Maar de vraag vind ik wel heel legitiem. Ja, moet je die hier in Nederland willen kweken met mensen van buiten? Ik ben zelf in Polen geweest bijvoorbeeld, om daar naar de gevolgen van arbeidsmigratie te kijken. En wat je ziet, is daar werken Oekraïners in de kassen. Terwijl de mensen in Polen, uit Polen, die werken weer bij ons in de kassen. En als dat het gevolg is van ongereguleerde arbeidsmigratie, dan vinden we dat voor die model, dat we die business, dat we dat moeten doorbreken. De heer Dassen, Volt. Heel kort. Een klein ding verduidelijken. Er is natuurlijk nog steeds hier behoefte aan mensen die dingen kunnen doen, hè? Ook in de zorg. En er is al een tekort aan personeel, dus er komen arbeidsmigranten om dat op te lossen. En daar doel ik op. Ja. We hebben er nu al problemen mee. Dat was het doel van mijn vraag. Ja, mevrouw Rens. Zeker als het gaat om de zorg, mevrouw Van der Plas. Daar ging het eerder vanochtend ook over. De uitstroom in de zorg is gigantisch. De zorgopleidingen zitten vol. Er zijn genoeg mensen in Nederland die in de zorg willen werken, maar 40% stopt er binnen 2 jaar tijd alweer mee. Dus onze oplossing is dan niet verpleegkundigen uit Indonesië, wat nu bijvoorbeeld gebeurt, hierheen halen, die vervolgens worden uitgebuit. Maar zorgen dat het werken in de zorg, dat het aantrekkelijk blijft. De heer Dassen, Volt. Ja, voorzitter, het gaat vandaag veel over bestaanszekerheid. Mevrouw Marijnissen heeft het er uiteraard ook behoorlijk over gehad. En terecht, het minimumloon moet omhoog, de bijstand, de kosten van het OV omlaag.
Maar mevrouw Marijnissen had het net over onbestaanszekerheid. En er is één groep waar het eigenlijk heel weinig over gaat op dit moment. En dat is de groep van 600.000 Nederlanders die problematische schulden hebben. Dus dat is de groep die ook niet geholpen is met een kleine verhoging van het minimumloon. Of die geholpen is met een verhoging van de bijstand of als het OV omlaag gaat. Die zitten namelijk op dit moment in acute financiële stress. Die hebben gezondheidsklachten, die kunnen niet meedoen. Die hebben verslechterde relaties met kinderen en met familie. En wat wij vinden, als je het hebt over bestaanszekerheid, dan moet je juist ook naar die groep durven kijken. En die groep die heeft op dit moment een schuld van ongeveer 3 miljard. Maar het kost de samenleving 17 miljard per jaar. 8 miljard directe kosten, 9 miljard indirecte kosten. Is het dan niet dat als we echt fundamenteel anders naar ook onze samenleving willen kijken, dat het nu ook tijd is dat we die problematische schulden heel hard aanpakken en dat we een nationaal schuldenpardon organiseren om te zorgen dat die mensen weer fatsoenlijk mee kunnen doen in de samenleving? Mevrouw Marijnissen. Ik vind dat een heel mooi idee van de heer Dassen. We hebben zelf als SP daar ook al vaker voorstellen voor gedaan. Van kunnen we nou wat voor mensen doen met problematische schulden? Precies om de reden die u zegt. Mensen raken dieper en dieper in de ellende. En uiteindelijk is het alleen maar duurder. Dus ik zie dat voorstel heel graag tegemoet. Ik ga daar ook met veel welwillendheid naar kijken. En eigenlijk vind ik dat we nog veel verder zouden moeten gaan. Eigenlijk vind ik het te gek voor woorden dat in dit land schuldhulpverlening bijvoorbeeld in commerciële handen is. Waardoor je dus krijgt dat partijen die daar geld aan verdienen, dat die er helemaal geen belang bij hebben dat mensen uiteindelijk uit de schulden gaan. Ja, als je daar wel langer over nadenkt, dan denkt toch iedereen dat moeten we anders doen. Dus we zouden nog verder willen gaan, maar dat is dan misschien meer voor na 22 november. Die schuldhulpverlening, die moeten we voor zorgen dat die commerciële partijen dat die daar uitgaan. Nou, voorzitter, ik ben blij om dit te horen. Ik denk dat we hebben het vaker over welke industrieën willen we in Nederland intact houden. Ja. De schuldenindustrie is in mijn optiek een industrie die mensen vasthoudt en die mensen uiteindelijk ervoor zorgt dat we veel te weinig ook aan die mensen geven in deze samenleving. Maar ook qua arbeidsproductiviteit, et cetera. Het kost ons als maatschappij ontzettend veel aan incassokosten, aan rechtsbankkosten, noem maar op. Dus ik ben blij dat mevrouw Marijnissen hiermee naar wil kijken. En dan hoop ik dat we met een goed voorstel kunnen komen. Nou, dank u wel. Ja, volgt weer uw betoog. Ja, dank voorzitter. De beste democratisering is natuurlijk mensen die zich organiseren en in actie komen. En van deze mensen is de SP altijd de bondgenoot. Samen met de leden van de vakbond krijgen we een hoger minimumloon voor elkaar. En samen met de getroffen ouders in het toeslagenschandaal blijven we strijden totdat het is opgelost voor gerechtigheid. En samen met ouderenzorgorganisaties strijden we voor een beter pensioen. Want samen kunnen we kiezen voor een ander Nederland. En vandaag kunnen we als Tweede Kamer, wat ons betreft, daar al mee beginnen. Laten we, ik heb die oproep al vaker gedaan, van komende verkiezingen in ieder geval een ideeënstrijd maken over de oplossingen die Nederland nu nodig heeft. En een goed idee, voorzitter, dat is een idee dat werkt. En daarom alvast 3 goede SP-ideeën die werken. Volgende week, ik ben er wel een beetje trots op, is de officiële opening van het zorgbuurthuis in Os. Gezondheid. Samen met buurtbewoners, zorgverleners en vrijwilligers laat de SP daar zien hoe ouderenzorg ook kan. Namelijk kleinschalig, met vaste gezichten van mensen die zorg krijgen en oud kunnen worden in je eigen buurt. Ook met je partner als die geen zorg nodig heeft. En hoe mooi zou het zijn als we niet alleen in Os, maar in heel Nederland zorgbuurthuizen kunnen bouwen. In Heerlen openen we het Huis van het Recht, waar mensen laagdrempelig juridische hulp kunnen krijgen. Bijvoorbeeld om die problematische schulden waar de heer Dassen net over sprak, om die tijdig te voorkomen. Om niet te verdwalen in een bureaucratische overheid die je van het kastje naar de muur stuurt en waar je niet gehoord voelt. Hoe mooi zou het zijn, voorzitter, als we niet alleen in Heerlen, maar in heel Nederland huizen van het recht zouden kunnen bouwen. En in een aantal provincies zetten we nu stappen naar een eigen energiebedrijf, zodat een basisvoorziening, want dat is energie, een basisvoorziening, zodat die weer onder democratische controle komt. En zodat de winsten niet naar buitenlandse aandeelhouders gaan, maar dat we die winsten kunnen inzetten om een energierekening voor mensen te verlagen. Voorzitter, hoe mooi zou het zijn als we in heel Nederland de marktwerking uit de energie, uit het openbaar vervoer en uit de zorg kunnen halen. Samen kunnen we dat. Wij zijn er klaar voor. Dank u wel, mevrouw Marijnissen. Dan geef ik het woord aan de heer Paternotte, D66.
31 minuten.